kijkers en luisteraars thuis. Dit is de traditionele persconferentie na de Raad van Ministers, de regeringsvergadering, woensdagsmiddags. Onze verontschuldigingen voor, voor de late start. Zometeen zal aanschuiven ook minister van Justitie en Politie, de heer Kenneth Amoxie. Naast mij zit de minister van Financiën en Planning, de heer Stanley Raghubarsingh. En we willen eigenlijk verslag doen aan de journalisten hier, maar ook aan de gemeenschap thuis, over wat is besproken vandaag en wat voor issues er zijn die aan de orde zijn geweest tijdens de persconferentie. Ik weet dat u lang heeft moeten wachten, dus we willen meteen starten. Ik zal even het woord doen en als u vragen heeft, dan kunnen we daarop later nog ingaan. De regeringsvergadering van vandaag, 18 september, had eigenlijk twee substantiële onderwerpen. Eén is het eindrapport State-owned Enterprises, onze staatsbedrijven. En minister Financiën zal zo meteen daar wat dieper op ingaan. Het is een belangrijk onderwerp, door vele regeringen aan de orde gesteld. Wederom deze regering die daar werk van maakt, net als met een aantal andere dingen. Maar de inhoudelijke zaken zal minister Financiën zo meteen met u delen. En dan was er een presentatie in zaken de verklaring van vermogen, aangifte van publieke functionarissen. De wet is aangenomen en er is een commissie die bezig is de uitvoering ter hand te nemen. En daar zal minister Justitie Politie zo meteen nader uitleg over geven. Hij loopt net binnen, dus helemaal voorbereid. In termen van besluitvorming, omdat u dat wilde weten, er zijn een aantal raadsvoorstellen geweest, waaronder de gebruikelijke raadsvoorstellen van GBB in zaken grondconversie. Er is een lijst 36, de 36e keer dat gerapporteerd wordt ten aanzien van de personen of de individuen die grondconversie hebben gerealiseerd. Deze keer ging het om 109 natuurlijke personen en ook daarnaast 63 rechtspersonen. Dit was voorzien, maar elke twee weken krijgen we een update. En dat betekent dat de staatsfinanciën daardoor natuurlijk verrijkt worden, maar dat er ook zekerheid wordt gegeven aan de burgers die nu deze gronden in eigendom krijgen. Daarnaast is dispensatie verleend voor de waarneming van de functie van advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, mevrouw Shanta Mahadeo. Minister Juspol kan daar ook verder op ingaan. Er is ook gesproken over de optopping, de bijdrage van 100 miljoen in NOVA-fonds, het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agrariërs. Ik geloof dat minister Raghubarsingh daar ook al verder zal ingaan. Een aantal andere zaken die bij rondvragen en bij de introductie, bij mededelingen aan de orde zijn geweest, wil ik snel met u doornemen. Eén is, u weet, in de afgelopen 3-4 weken is er veel overleg gaande in Suriname op basis van toch de doelstelling van de regering om via dialoog gesprekken aan te gaan met verschillende vakbonden. Er zijn drie soorten vakbonden, de veiligheidsbonden, daarmee is gisteren gesproken met de president en daar kan misschien collega Amoxie ook op ingaan en verslag daarvan doen. In de afgelopen week, vorige week, is in clusterverband gesproken met de gezondheidsbonden. Zij hadden een viertal punten. Sommige teruggaan tot juli 2023 en uitstaan nog een bedrag van juli 2024. En daarnaast ook hun herwaardering in termen van een loonreeks. En het laatste punt was een TWK vanwege de CLO die was afgesloten en die waren nooit uitbetaald. Niet in onze regeerperiode 2017-2018. Op alle vier punten is principeovereenkomst bereikt en dat is gisteren aan de bonden toegezonden. Vandaag is de principeovereenkomst in de regeringsvergadering goedgekeurd. En ik hoop dat
na morgen deze principeovereenkomst met alle bonden afgerond kan worden. En daarmee is de rust teruggekeerd in de gezondheidssector. Er is sinds vorige week gesproken met Rafaxur Plus met betrekking tot de energietarieven. In principe hadden we de uitgangspunten reeds beklonken in de afgelopen vergadering, afgelopen zaterdag. Maar het bleek toch dat er nog wat onduidelijkheid is over een aantal, zeg maar, uitgangspunten. We hebben vandaag weer gesproken met Rafaxur Plus, vanochtend hier op het ministerie, met de clusterministers. En op basis van de drie criteria die leidinggevend zijn, die maatgevend zijn voor het bepalen van de kilowattuurprijs. Ik wil niet te technisch worden hoor, maar het gaat om de energy mix, hoeveel hydropower wordt geleverd, hoeveel heavy fuel, HFO, wordt geleverd. Dat is die energy mix. Hoeveel wordt daarvan geleverd in de grid, op het net? Dat is één aspect. Dat kan variëren afhankelijk van hoe het met regen staat en hoeveel de prijs van olie is. De energie, het energietarief wordt ook bepaald door de koers, welke op dat moment gehanteerd wordt. Op dit moment ligt die gemiddeld rond de 29, dus dat wordt gehanteerd. En een derde is hoeveel de prijs is van een barrel olie op de internationale markt. En dat varieert natuurlijk, maar we zijn uitgegaan van een bepaalde gemiddelde. En op basis daarvan hebben we nu een nieuw tarief per kilowattuur. Dat is gedeeld met de Rafaxur Plus. Morgen krijgen zij een vertaling van dat bedrag, die kilowattuur, naar hoeveel individuen zullen moeten betalen in de verschillende categorieën. Van 0 tot 400 en van 400 tot 600, 600 tot 900 en daarboven. Dus we zijn optimistisch en we bedanken ook Rafaxur Plus en hun experts voor de bijdrage. Maar ik geloof dat we tegen eind van de week ook dit traject positief kunnen afsluiten. Na goed overleg. Wederom overleg werkt. Er is een gesprek geweest met de Surinaamse journalistenvereniging vandaag. Dat moet ik u melden van de president. Er zijn wat afspraken gemaakt met betrekking tot accreditatie en certificering. Zodat een aantal problemen die er mogelijk zouden kunnen ontstaan met internationale platforms, social media platforms, dat die kunnen worden weggewerkt. Maar dat moet er moet een officiële status worden gegeven aan de mediahuizen. En die moeten voldoen aan bepaalde criteria. Dat is natuurlijk het werk van de vereniging. U heeft de Code of Conduct van Bordeaux. U heeft ook een aantal andere zaken die geregeld moeten worden. Dus als dat in orde komt, kunnen wij meehelpen dat proces te faciliteren. De Nationale Veiligheidsdienst kan ook helpen met een paar specifieke issues met betrekking tot cyberattacks. Helaas, cyberattacks, niemand is daar, iedereen is daar eigenlijk aan onderhevig, ook individuen. U weet, zo vaak heb ik berichten doen uitgaan, maar mijn collega's hebben dat probleem ook, waarbij er fake accounts worden gemaakt. En dan krijg je heel wat vervelende situaties wanneer mensen daarop inderdaad reageren. Ik heb nog steeds problemen van personen die zeggen, je moet mijn geld terugbetalen omdat ik je betaald heb. Ja, het is echt gebeurd en ik zie ze nog vaak verschijnen. We moeten soms juristen erop zetten. Een trieste zaak, maar dit is de nieuwe wereld waarin we leven. Dus het is niet alleen de media, het is de hele samenleving die er last van heeft. Daarna zijn er wat andere afspraken gemaakt om voor eind van het jaar nog, en dit hadden we, ik dacht misschien onder uw leiding, nog afgesproken om een seminar te hebben met betrekking tot persvrijheid. Wat betekent dat precies? Vrije meningsuiting, wat betekent dat precies? En van onze kant zeker weer de bereidheid om dat gezamenlijk te doen, zodat we iedereen informeren. De president heeft zeker een beroep ook gedaan op de ministers om beschikbaar te zijn voor interviews en u van informatie te voorzien. Dat in het kort daarover. Nog drie zaken die ook een beetje te maken hebben met onze doelstelling om ease of doing business
het gemak waarmee zaken gedaan kan worden in Suriname om dat te stimuleren. Eén is, we hebben vanmorgen hier op het ministerie minister Juspol, minister Bisa, minister AWJ hebben een protocol ondertekend van regelgeving om tot een verkorte, versnelde procedure te komen voor betreft afgifte van werkvergunning, verblijfsvergunning en ook de toegang tot het land. En op basis daarvan zal het nu mogelijk zijn, indien de bedrijven alle informatie verschaffen, collectief, het kan 10, 20 aanvragen tegelijk zijn, indien ze alle informatie verschaffen, moet dit systeem, is een one-stop window systeem, allemaal gedigitaliseerd, kunnen ze binnen 3 weken hun werkvergunning ontvangen. Dat zal enorm stimulerend werken, maar ook een heleboel frustratie die er is, wegnemen. Het is natuurlijk iets dat goed voorbereid moet worden, waarbij we met alle stakeholders zullen praten. De bedoeling is dat dat ingaat officieel op 1 november, de one-stop window voor MKV en werkvergunningen. En ik denk dat dat zeker met de multinationals, want dit geldt voor deze versnelde procedure, geldt voor bedrijven met meer dan 20 werknemers. En voor de anderen bestaat nog steeds die normale procedure om je verzoek in te dienen. Tweede punt is, u weet, er is een arrival and departure formulier dat je moet invullen als u reist, gaat en komt naar landen in het Caribisch gebied. En de bedoeling is dat we dat voor eind van het jaar digitaliseren, zodat het 1 keer kan worden ingevoerd en daarna is het iedere keer wanneer je reist, dat je de vluchtgegevens invoert en verblijfplaats. Maar dat zal ook heel veel ervoor zorgen dat onze mensen gemakkelijker, met meer gemak kunnen reizen in plaats van al die details in te voeren. Bovendien is het natuurlijk ook milieuvriendelijk, want dan gebruiken we geen papier meer. Laatste punt ten aanzien van een nieuw initiatief dat geruime tijd in voorbereiding is tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken, is de introductie van het biometrisch paspoort. Het voornemen is dat om de introductie te doen in januari 2025. Alle voorbereidingen zijn iets getroffen. Er is een commissie aan het werk die eigenlijk nu nog doende is CBB goed te equippen van materiaal, van printmachines enzovoorts, registratiemachines, zodat dit ook vrij snel gedaan kan worden. Het zou dan een paspoort worden met een chip erin, met alle biometrische gegevens van individuen. Uiteraard, in eerste instantie zal dit bedoeld zijn voor de personen die een nieuw paspoort aanvragen. En langzamerhand zullen we dat verder uitbouwen naar personen die, ondanks hun paspoort nog niet verstreken is, ook zo'n paspoort willen aanvragen. De kosten van een paspoort zullen zijn voor Surinaamse burgers €50. En dat is veel goedkoper dan wat je in het buitenland betaalt. Maar dat geldt alleen voor de Surinamers die hier zo'n paspoort gaan aanvragen. Maar dat zal ook dus in januari een feit zijn met de overhandiging van het eerste paspoort aan de president van de Republiek. Daarmee hebben we dan ook een belofte die was gemaakt voor de introductie van biometrische paspoorten gerealiseerd. Dat is van mijn kant uit en als u het niet erg vindt, laten we met de vragen wachten. En dan eerst minister Ragubar zien vragen zijn verhaal te doen. Ja, dankjewel. Gaat kort houden. 3, 4 die van belang zijn en die in samenhang gezien worden met elkaar. Is state-owned enterprises, staatsbedrijven, staatsinstellingen. Daar is vandaag over gepraat. Er is enige tijd geleden is daar een rapport over verschenen. We hebben er toen, ik dacht 160 van geteld, waarvan gezegd is 30 kun je zo direct opheffen. Dat, ja, misschien is dat beter. Ja,
30 van die staatsbedrijven kun je zo opheffen. En dan, dan heb je in elk geval de administratie opgeschoond. Sommige staatsbedrijven moeten blijven bestaan. Daar kan je niet onderuit. Je moet een centrale bank hebben. Je moet een planbureau hebben. Dat kun je niet privatiseren. Sommige dingen vallen niet te privatiseren. Maar de basisgedachte is, wat particulieren kunnen doen, laten zij dat doen. Productiebedrijven, zoveel als mogelijk, laat dat in particuliere handen. En de afspraken die gemaakt zijn op basis van het onderzoek dat toen gedaan is. Prima onderzoek dat opgeleverd is, met hele goede adviezen. Is dat de regering binnen 2 weken komt met een structuur om te starten met de uitvoering van dit plan. En heel concreet kunnen we starten met 1 of 2 van die bedrijven die makkelijk uitvoerbaar zijn te privatiseren. En daarmee ontlast je de staatsbegroting en geef je het particuliere initiatief betere kansen. Heel vaak, niet altijd, maar heel vaak kunnen particulieren een heleboel redelijk productieve activiteiten kunnen die beter uitvoeren dan wanneer je ze binnen de staatsinstellingen hebt. Dat gaan we doen. Wat er ook gaat gebeuren is dat er wetgeving komt en dat daar is al aan gewerkt. Wetgeving om dit beleid van state-owned enterprises, om dit beleid meer gestructureerd en gesteund door wetgeving om dat verder uit te voeren. En de bedoeling is dat dan uiteindelijk de staat zich concentreert op haar basistaken. Wat moet de staat precies doen? Orde, veiligheid, wet en regelgeving, basisinfrastructuur, basisaangelegenheden, voorzieningen, rechtvaardigheid. Dat zijn primair de taken van de staatshuishouding. En dat andere zaken als de productie van goederen en diensten die commercieel zijn, dat die ook richting commerciële handen gaan. Die wetgeving die is in voorbereiding en wij verwachten dat richting eind van deze maand het document op tafel ligt. Het tweede is dat wij vanmorgen de berichten ontvingen dat wij de 7e IMF review, dat die goedgekeurd is door de board van het IMF. Wij zijn daar terecht verheugd om. Dit is 7 keer op rij. En dat wil zeggen dat wij er met z'n allen, als volk van Suriname, met de media, met de bonden, met bedrijfsleven, met vakbeweging, met DNA, met regering onder leiderschap van die president en die vicepresident, dat wij erin slagen om achter elkaar van een van de meest strenge internationale instituten, het IMF, de 7e keer op rij kwartaalsgewijs de goedkeuring te krijgen. Dat is nooit een easy walk over. Het is altijd, er zijn targets die gehaald moeten worden. En dat was deze keer ook zo. Maar dat besluit is genomen. Daarbij moet ik zeggen dat de traditie is dat iedere keer als het besluit in de board van het IMF genomen is, dat ik direct daarna gebeld word door onze executive director die in die board Suriname vertegenwoordigt. Ik had vandaag op bezoek de Suriname Economic Oversight Board en we hebben besloten om samen met die oversight board die meeting met de executive director van Suriname in de IMF board om dat te hebben. Dat was ook een hele mooie, hele goede ervaring. Wat wij daarbij vernemen is dat in de board unaniem het besluit is genomen om goed te keuren Suriname en de goedkeuring te geven en waardering uit te spreken voor de resultaten die zijn neergezet. 24 directors die het besluit nemen en die unaniem de goede dingen uitspreken en vaststellen dat ook in deze afgelopen 3 maanden de targets die we met elkaar afspreken, dat die gehaald worden. Niet voor het IMF, voor Suriname, voor land en volk.
Dus dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. Er blijven uitdagingen. En die, ook daar kunnen we steun in blijven verwachten. En die uitdagingen hebben vooral ermee te maken dat we ervoor moeten zorgen dat onze inkomstenstromen steviger worden aangezet. We doen heel veel moeite om belastingen en niet-belastingmiddelen omhoog te krijgen. Dat lukt op veel punten, maar dat lukt niet altijd en in de mate waarin wij dat willen. Dat is een aangelegenheid die wij de komende keer met het IMF beslist gaan bespreken, de komende 3 maanden, maar ook binnen de regering. En dat heeft alles te maken met wat we noemen institutionele capaciteit. Hebben we de instanties die sterk genoeg zijn? Wij weten dat ook onze instanties als douane en belastingen, dat daar zwaktes in zijn opgetreden, dat daar mensen uit vertrekken, dat daar systemen verbeterd moeten worden, dat we daarin gaan investeren en ervoor zorgen dat wij de komende tijd meer tijd en moeite stoppen in de inkomensstromen en dat die inkomensstromen omhoog kunnen. Dat ze dat kunnen weten we, dat het moet gebeuren weten we ook. We moeten dat wel degelijk tot stand brengen. Er is in de regeringsraadsvergadering is goedgekeurd wat collega Ramdin al noemde. De verlenging van het contract van Roy Bainat Pandey, die werkt aan anti-money laundering en de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst. En ik bespreek dit zeker in relatie tot het IMF-traject en ook in relatie tot iets anders wat in de regeringsvergadering besproken is, namelijk de uitvoering van anticorruptiemaatregelen van alle gezagsdragers, omdat het herstel van ons land niet alleen te maken heeft met geld en instituties, maar het herstel van ons land heeft ook te maken met de versterking van instituties voor eerlijkheid, voor rechtvaardigheid, anti-money laundering, voor weer een land opbouwen in de rij der naties die, als men in het buitenland en in het binnenland, ook voor onszelf op de eerste plaats, de naam Suriname horen, dat wij daar met respect over denken. En dat niet mensen denken van ja, oh dat land weer. Nee, dit is het land dat investeert in herstel van de economie, maar ook in herstel van een nette, fatsoenlijke naam internationaal. En daar is veel werk in verzet. En daar is dat contract voor onder leiding van Roy Bainat Pandey met een heel team van gedegen ouderen en jongeren, maar allemaal senior medewerkers, die werken aan de verbetering van de naam van ons land. En dat ook daar goede stappen in gezet worden. Hier is een besluit genomen in de regeringsvergadering vandaag om door de verlenging van het contract van Roy Bainat Pandey ook te verzekeren dat dat werk voortgang vindt. Ik denk dat ik het hierbij laat. Als er straks vragen zijn, gaan we nader in op het een en ander. NOVA-fonds. NOVA-fonds is een productiefonds dat uitgezet wordt. Ik dacht dat het inderdaad voor agrarische doeleinden is. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Wat je ziet in dit soort fondsen, ook de minister van EZ heeft gezegd, mijn fondsen zijn ook richting einde van die fondsen. We hebben meer geld ervoor nodig. Wat we zien is dat, en wij zijn daar blij om, dat dus de grote aandacht voor oil en gas natuurlijk belangrijk is, maar je ziet dat de lokale mensen niet bij de pakken gaan neerzitten, de lokale ondernemers niet zeggen van oil en gas komt er wel, dus we zullen allemaal automatisch rijk worden. Nee, je ziet dat het kleine ondernemerschap zijn verantwoordelijkheid neemt en investeert. En dat maakt ook dat onze economie dit jaar een goed groeicijfer gaat laten zien. En ook dat is iets wat het vermelden waard is. En dat je ziet dat het ondernemerschap in Suriname oppakt. Dat kort geleden Torarica een bond heeft uitgezet die heel succesvol verlopen is. Dat nu de Finabank een bond uitzet waarvan de geluiden goed zijn. Mensen investeren daarin. Mensen hebben vertrouwen in het lokaal ondernemerschap, in de lokale bedrijven. Ze zijn bereid. Ik bedoel, dat was een paar jaar geleden was dat anders. Mensen zijn bereid om hun geld te stoppen in Surinaamse ondernemers. Eigen ondernemers. Om die te doen groeien. Ik denk dat dat
goede geluiden zijn, die zullen zich ook vertalen in verbetering van het leven van mensen van alle dag. Naast de inspanningen die de regering met de bonden ook heeft gepleegd, tot overeenstemming gekomen, een stuk rust gecreëerd, maar ook uitzicht op verbetering van die koopkracht. Ik denk dat ik dat daarbij laat even. Ja, dank u wel, collega. Voordat we gaan naar minister Juspol voor een aantal andere zaken, ik wilde een kleine aanvulling plegen ten aanzien van die state-owned enterprises rapport. En dit geldt ook voor andere terreinen, want soms vergeten we dat. Ik wilde benadrukken dat het rapport is opgesteld door Surinaamse experts. Alleen maar Surinamers. Dus, en dat geldt ook voor het NRA-traject, dat geldt ook voor het IMF-traject. Het zijn Surinamers die dit werk doen. En die allemaal op een hoog niveau presteren. Ik wilde dat toch wel benadrukken. Vaak vergeten we dat, alsof het lijkt dat alles door anderen wordt gedaan. Ik zal later na minister Amoksi ingaan op de reis van de president naar de United Nations, zodat u ook daarover geïnformeerd bent. Collega Amoksi. Ja, ook van mijn kant een goede avond, dames en heren, kijkers en luisteraars. Misschien kan ik even doorgaan met de presentatie die gehouden is voor de regeringsraadvergadering. En dat betreft dan de verklaring van inkomen en vermogen van de regeringstop. Niet alleen eigenlijk van de regering. Ministers, DC's, departementsdirecteuren. Dus is een speciale groep die geïdentificeerd is om dus ter implementatie van de verklaring van inkomen en vermogen, dus die bepaalde verplichtingen hebben. Deze zal geïmplementeerd worden middels een ministeriële beschikking die ik dus als minister van Justitie en Politie in dit geval zal moeten uitgeven. We hebben nog geen datum van implementatie, maar ik denk dat de president in de jaarrede, in de aanstaande jaarrede, meer hierover zal vertellen. Dan wil ik even blijven bij de besluiten genomen in de regeringsraadvergadering, namelijk de verlenging, de dispensatie voor meester Shanta Mahadeo. Die mevrouw heeft een lange staat van dienst bij het Openbaar Ministerie. En haar verlenging loopt dus tot oktober 2025. Dit eigenlijk in het kader van herziening van de wet inrichting en samenstelling van de rechterlijke macht, waarbij vooral voor het Openbaar Ministerie wat geografische indelingen zullen komen, waarbij er dus meer advocaten-generaals zullen worden aangesteld met aan het hoofd de procureur-generaal. Dus deze, de eigenlijk het concept, als ik me niet vergis, zou het al bij de DNA ingeleverd moeten zijn voor behandeling. Maar hou me dit even ten goede. Dan wil ik praten, eigenlijk een update over de verwikkelingen voor wat betreft Albina, de activiteiten, de inspanningen, de maatregelen genomen door IBS en SWM. En de rapportage is dat nu twee motoren draaien voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening. Er wordt nog deze week een additionele, dus een derde motor geplaatst. En er is ook wordt aangekocht een vierde motor, zodat voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening, dat die dus voor de volle 100%
dat voor wat hun productie, veilig wordt gesteld. Dan wil ik praten over een koffiekamp. Vandaag is er een barricade opgeworpen nabij de afslag naar het goudbedrijf Sijing. Ik denk een 20-tal mannen waren betrokken in deze calamiteit. Op een gegeven moment heeft de politie opgetreden. De RBT en de mobiele eenheid hebben dus de barricade verwijderd. Er is verder gewerkt en dat heeft geresulteerd in het in beslag nemen van zwaar materieel en ook een beslagname van een pistool, vuistvuurwapen met 17 scherpe patronen. Eigenlijk deze tendens moeten we gaan breken. Dat we zien dat mensen zaken willen afdwingen door pressie uit te oefenen op de regering, op de overheid. En wat de gedragslijn van de regering, van het ministerie van Justitie en Politie is naar de korpsen ook dat... voor wat betreft het opwerpen van barricades, dat het eerste besluit daar is dat de barricades zullen worden opgeruimd door de veiligheidsdiensten. Dat is, daarover gaan we niet discussiëren. We kunnen niet een cultuur gaan kweken, introduceren. Dat met geweldsacties waarbij bijvoorbeeld de economische activiteiten worden onderbroken, dan wel diensten die geleverd moeten worden, de dagelijkse gang van zaken worden onderbroken door geweldsacties van groepen die menen dus op deze manier hun recht te willen afdwingen. Dus dat gaat niet doorgaan. Ik wil ook over een situatie praten die mogelijkerwijs tot enige calamiteit zou kunnen leiden. En dat is enige tijd terug hebben jonge Surinamers het leven gelaten. Waarbij instorting heeft plaatsgevonden en mensen begraven werden onder het puin. Een soortgelijke situatie doet zich weer in die omgeving voor. En er is al gevraagd door het traditioneel gezag, dus dat er een clean sweep daar moet komen. En dat zal ook gebeuren. Van hieruit doe ik alvast die oproep dat mensen die zich daar ophouden en zichzelf in gevaar brengen, dat er heel snel een clean sweep zal worden gehouden. En van hieruit ook roep ik deze mensen op om de plek te verlaten. Voor wat betreft de veiligheid in het binnenland, niet zo lang terug. Ik ben in de omgeving van het dorp Manlobby. Dat eigenlijk mensen structureel worden beroofd daar. En ik wil hierbij aangeven dat heel binnenkort er dus acties zullen worden ondernomen tegen al die geweldsdelicten. Ik wil het hierbij houden en indien er vragen zijn, wil ik dus dan ingaan op andere zaken. Ja, dankjewel collega. We gaan toch even wat meer informatie verschaffen over het aanstaand bezoek van president Santokki aan de Verenigde Naties voor de Algemene Vergadering. De 79ste Algemene Vergadering wordt gehouden in de laatste week van september. De president zal aanstaande vrijdag vertrekken en keert 28
september terug. 20 september dus heen gaan en dan 28 september terug. De president zal participeren uiteraard in de algemene vergadering en zijn publieke toespraak is op dit moment op schema voor 25 september rond een uur of 12 Surinaamse tijd. We gaan nog met u de link delen, zodat u dat live kunt volgen. De president zal ook participeren in een speciale event dat dit jaar wordt georganiseerd en dat is Summit of the Future, waar zal worden gesproken over global governance, met name wereldbestuur. U weet, er is veel discussie over de effectiviteit van internationaal multilateralisme, de internationale solidariteit. We hebben conflicten in Oost-Europa, in Oekraïne. We hebben conflicten in het Midden-Oosten, tussen Israël en de Palestina. Vandaag is een resolutie in de UN goedgekeurd, ook met steun van Suriname naar Palestina toe, in termen van het stoppen van dat conflict. President zal dus daarin in deze meeting ook participeren. Er zijn 3 high levels meetings ook gepland op het stuk van volksgezondheid, op het stuk van veiligheid en ook op het terrein van nucleaire beheersing. President Santokki zal een aantal andere meetings hebben buiten de UN-agenda ook. Er zijn nog vele andere meetings rondom de Verenigde Naties gepland. Het wordt een heel druk programma voor de president. Hij zal ook meedoen aan gesprekken over het conflict in Oekraïne, waarbij president Zelensky een apart gesprek zal hebben met Latijns-Amerikaanse en Caribische leiders. Er zal ook een speciale ontmoeting zijn op presidentieel niveau met betrekking tot de ontwikkeling in Haiti. Daar zal de president ook zijn bijdrage en toespraak leveren. Dat gebeurt onder leiding van de Canadese premier Trudeau. President Santokki zal een aantal bilaterale gesprekken voeren. Op dit moment zijn bevestigd het bilaterale onderhoud met de secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties, maar ook met de nieuwe premier van Nederland, meneer Dick Schoof. Dus daar zullen een aantal issues aan de orde komen. Laat me ook aangeven dat de president van de gelegenheid gebruik maakt om in New York zeg maar te promoten investeringen in Suriname. Zeker met FID-opkomst, belangrijk om Suriname goed te profileren internationaal. Hij zal dan ook gesprekken hebben met investeerders, CEO's van bedrijven, grote bedrijven uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, georganiseerd door de Council of Americas. En daarnaast ook investeerders, institutionele investeerders, beleggers van Wall Street. Dus dat is een apart traject. En daarna zal de Surinaamse diaspora in New York ook een aantal bijeenkomsten organiseren waar de president aanwezig zal zijn en ook zal toespreken. Dus een groot aantal activiteiten die de president zal bezoeken en waaraan geparticipeerd zal worden. Gaandeweg, gedurende de bijeenkomsten zal er ook aparte rapportage plaatsvinden door de mediaafdeling. Dus ik wil niet te diep ingaan op de thema's die aan de orde zullen komen en de boodschap die de president zal geven. In ieder geval kunt u ervan uitgaan dat dit een gelegenheid is om Suriname weer op het internationale podium, op het hoogste niveau, te profileren en aandacht te vragen voor de ontwikkelingen hier. En meer te stimuleren bedrijvigheid in Suriname. Ik ga dat hierbij laten en dan horen we graag welke vragen er zijn en aan u, aan wie die vragen gericht zouden kunnen worden of gericht worden. Mevrouw Thomas, het is aan. Ja. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Minister Raghubar Singh, wanneer we het hebben over dat van de bedrijven. Er is een doorlichting geweest voor parasitale bedrijven.
U praat over 30, maar kunt u misschien aangeven welke bedrijven precies, enkele noemen, die waarom kunnen denken dat jullie misschien eventueel gaan naar privatisering? Is dat SLM ook op de lijst? Snapt u? Dus wanneer we praten over parastatale bedrijven, brengen naar om die te om te zetten. Ja, deze is beter. Een aantal bedrijven noemen, qua doorlichting. En wat was dan de key points? Welke criteria is gekeken om te zeggen, deze behouden we wel en deze willen we gaan naar privatisering. En in het privatiseringsproces, hoe gaat die eruit gaan zien? Welke bedrijven gaan ze overnemen? Hoe gaat dat in principe gaan werken? In de praktijk. We gaan praten over IMF. We hebben goed nieuws gehad, maar wanneer we dat horen, weten we dat geld mee gepaard gaat, geld wordt opgestuurd naar Suriname. Is er al in de fase dat zo'n bepaald bedrag naar een specifieke categorie gaat? Gaat het ook op voor de kasreserve bijvoorbeeld? Als dat even uitgelegd kan worden. We hebben een paar weken geleden gesproken over de koers. We waren zo blij dat het omlaag ging. Maar we zien, hij zit nu op de 30. Graag een reactie van u daarover. Wat daarvoor heeft gezorgd. En kunnen mogelijk nog meer stijging zien van de koers. En we weten, een stijgende koers heeft een effect in die samenleving en verhoging van prijzen. Er is ook laatst 20% verhoging gesproken, natuurlijk in fases. Wat voor effect heeft dat in de samenleving? We weten, gaat het gefaseerd worden, uitbetaald. Het gaat ook een effect hebben in die samenleving. Is daarmee rekening gehouden? Misschien direct ook voor minister Juspol. U heeft gesproken over de onlusten vandaag in uw koffiekamp. Zwaar materieel is in beslag genomen. Zwaar materieel van wie? Van de personen die daar illegaal opereren. Pistolen, en dan wil ik wel meteen gaan naar het wapenbeleid. We zien iedere keer criminaliteit waarbij mensen gewoon op straat worden neergeschoten. Het lijkt een normaal fenomeen bijna te worden dat iedereen pistolen heeft. Van waar haalt men pistolen om zo op elkaar te schieten dat mensen gewoon op straat worden neergeschoten en doodgaan daardoor? Het is, als we vergelijken met een paar jaar geleden, is dat toch geen normaal beeld in Suriname. Moet je niet daar tegen harder gaan optreden? We praten over bepaalde zaken dat u eerder heeft aangehaald. Hoe zit het met de e-bikes? U zegt, je denkt eraan om beleid daarop te gaan maken. Wat is de update daarover? Hoe zit het met het benzine-issue bij Juspol? Is er met minister van Financiën daarover gesproken, gezien hij ook hier zit? Want er was een beperking dat Juspol en alle andere entiteiten eronder KPS een limiet hadden. Ik hoor het even daarbij. Heeft u vragen, mevrouw Amanda, voor beide ministers? Als u ze gelijk stelt, kunnen we in één keer reageren. Oké, prima. Dan gaan we dat dan aangezien. Oké, goed. De minister van Financiën. U heeft dus aangegeven, u sprak over de belastingen. We moeten meer geld binnenhalen. Maar uw douanekorps is ontevreden. Ze hebben dus een ALV gehouden en die hebben dus duidelijk aangegeven, er zijn zaken niet geregeld. Hoe gaat u ze motiveren en hebben ze al een gesprek met u aangevraagd om ja, hun welzijn en welvaart aan te passen, om maar zo te zeggen. De president heeft in een persbericht aangegeven dat de 7e review van IMF vrij moeilijker was. Misschien kunt u even toelichten waarom het zo moeizaam of moeilijker was voor Suriname om die 7e review binnen te halen. En u heeft aangegeven dat stukje van de staatsbedrijven, dat u overgaat naar privatisering, dat de regering zal starten met 2 bedrijven die ze mogelijk zullen privatiseren.
Hebben jullie alle ideeën of indicatie en de wetgeving die daarvoor komen moet? Hoe ver bent u daarmee? Is dat al? Wanneer denken we dat we dus dat in DNA behandeld kunnen zien? Minister Amoxi. Het traditioneel gezag heeft een beroep gedaan op justitie en politie om een clean sweep te houden, omdat er mogelijk weer een dreiging is van een mijninstorting. Is het hetzelfde gebied weer waarover ze hebben gesproken? En zwaar materieel van de illegale goudzoekers zijn weggehaald. Gaat het daar niet meer wraving gepaard aan? En ze hebben dus gevraagd, ze hadden al toestemming gekregen voor 3 maanden, als ik heb begrepen, van CGN om in een bepaald gebied te werken. Wordt dat verlengd? Is er al gesprekken geweest? Want het bleef maar escaleren daar in het gebied. Om toch nog de mensen te kunnen laten werken. En ik had een vraag voor de minister van Bibus, maar... Het is niet erg als je het vergeten bent hoor. Maar dan laten we, het komt terug, laten we minister Waarsing aan het woord. Ja, laat me proberen kort te zijn. De state-owned enterprises. Dat onderzoek is gedaan inderdaad op grond van criteria. Wat behoud je en wat behoud je niet? Wat moet je behouden? Centrale bank kan je niet privatiseren. Een bureau voor de statistiek kan je niet privatiseren. Het bureau voor je staatsschuld kan je niet privatiseren. SLM zou misschien wel kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen, SLM heeft een strategisch belang. Staatsolie zou je kunnen privatiseren. Maar je kan zeggen, staatsolie heeft zo strategisch belang voor de toekomst van Suriname, dat je zegt van, dat wil ik niet doen. Hoewel het inderdaad zou kunnen. Op die manier is er naar gekeken. En er is ook gekeken, welke bedrijven hebben geen rol en geen functie meer in Suriname. Er is ooit een agentschap geweest dat de meeste van u zijn waarschijnlijk, nou u moet het wel kennen, het Surinaams Nieuwsagentschap. Zo ooit een persbureau geweest in Suriname, dat nog heel bekend was en zo, vervult al jaren geen rol meer. Er zit geen invulling in, er is niets bij. Nou, afvoeren van je boekhouding, sluiten, afvoeren van de boekhouding en zorgen dat op die manier de lijsten opgeschoond worden. Op die manier is er een advies gekomen en dat advies wordt ter harte genomen. Als we zeggen van, doe je eerste actie met een test van 2 bedrijven. Zoek dan 2 bedrijven die heel makkelijk kunnen. Waarin je quick wins kunt laten zien. Begin niet met de 2 moeilijkste bedrijven. Begin met 2 die het makkelijk zullen kunnen. En die keuze moet nog gemaakt worden. Het is niet zo dat we die keuze reeds bepaald hebben. IMF, 7e review. Ja, er komt geld, 63 miljoen. Als het goed is, zal dat morgen of overmorgen gestort zijn. Een deel daarvan gaat naar de begroting. En dat helpt ons om oude schulden om te zetten in betere schulden. Dus hele dure schulden kun je omzetten in... En je kunt een stukje beleid ermee uitvoeren. En daar gaan we verstandig mee om. En een belangrijk deel van deze 63 miljoen gaat inderdaad niet naar de kasreserve, maar naar de reserve van de centrale bank, naar de internationale reserve, zodat de centrale bank ook een hele stevige positie aan het opbouwen is op eigen kracht, maar ook hier gesteund door dit internationale kapitaal. Waarom was die 7e review moeilijk? De doelstelling van het IMF-programma is onder meer geweest dat we de schulden zodanig konden herschikken. En dat is gelukt. Dat je op lange termijn je schulden moet kunnen betalen. Wij komen uit een situatie dat de schuldencrisis zodanig ernstig was dat wij niet in staat waren om onze normale huishouding te draaien. We zouden totaal, nou we zouden niet, we waren totaal vastgelopen. En dus, wat is het doel van dit
Extended Fund Facility Program geweest. Het doel is onder meer, een van de doelen is dat we terug de economie herstellen zodanig dat wij op eigen kracht in staat zijn om onze schulden op lange termijn weer zelfstandig terug te betalen, zonder steun van derden. Nu, 3 maanden geleden was daar een uitdaging in, leek het erop alsof we dat doel niet zouden halen. En er is heel hard gewerkt om daar de nodige maatregelen in te treffen. En die maatregelen hebben onder andere te maken met inkomen. Onze inkomsten moeten gewoon een stuk beter. En die inkomsten liggen op straat, maar ze moeten binnenkomen. Ook via de douane en ook via de belastingen, maar ook via niet-belastingmiddelen. Die inkomsten zijn er, we weten waar ze zijn, ze moeten echt binnenkomen. Dus 3 maanden geleden leek het erop dat we dus de duurzaamheid van de schuldherschikking en de schuldterugbetaling met name, dat we die target niet zouden halen. Dat blijkt nu wel het geval te zijn, dus we zitten in een hele goede richting. En dat betekent ook dat we met succes richting afronding van dit programma kunnen gaan. Maar dat is met name de kern van de zaak waarmee deze 3 maanden, waardoor gezegd wordt van deze 7e review was een beetje een lastige. Even kijken, heb ik daar de koers. Ja, de koers. Er zijn in de economie, zowel bij de centrale bank, dus in het monetaire beleid, maar ook bij het ministerie van Financiën, dus in het fiscale beleid, inkomsten, uitgaven. In het monetaire beleid en in het fiscale beleid zijn er geen redenen die aanleiding geven dat de koers gekke dingen gaat doen. En dus wat wij hier zien, wij zien normaliter in de maanden augustus, september en in de maand december vanwege toerisme. In de maanden augustus, september vooral toerisme naar buiten. En in de maanden augustus, september de importen voor de rest van het jaar zien we wat bewegingen altijd in de koers. En in december zien we ook een stukje beweging in de koers. Soms een beetje omlaag, omdat er dan veel toeristen naar binnen komen en hier besteden. Dus in de grootheden van volumes aan geld zien wij geen directe aanleiding, ook niet de looncorrecties. We hebben kort geleden vakantiegeld uitbetaald. Dat is 2 maanden in 1 keer. Dat heeft geen effect gehad op de markt. Dat wordt echt van dag tot dag wordt dat gewoon gevolgd door commissies van de centrale bank en financiën samen, dat niet uit de hand loopt. Dat die koersen een beetje een beweging maken, dat volgen we, dat zien we ook. En er komen dus ook maatregelen om dat gewoon in te dammen. Dat wordt rechtgetrokken. En niemand hoeft ongerust te zijn dat hier enige mate van instabiliteit in zal optreden. Dat is niet het geval, maar we kijken er wel serieus naar. Als er 1 indicator is die de rust in de Surinaamse gemeenschap en in de Surinaamse economie aangeeft, dan is dat die koers. En wij weten dat heel goed. Wij snappen ook dat iedereen daarnaar kijkt. Terecht, iedereen heeft groot gelijk. Er is geen enkele reden tot ongerustheid. En als het nodig is, komen we naar de gemeenschap met meer informatie om u ook te informeren waarom dat het geval is. De looncorrectie, die looncorrectie is nog niet in de gemeenschap geweest. En ook de verwachting op die looncorrectie is geen enkele aanleiding om dit te laten gebeuren met koersen. Dus laat me zeggen, bij deze maatregelen, bij alle besprekingen met de bonden, is de minister van Financiën aanwezig. Om verschillende redenen. Een van de redenen is het betaalbaar? En daar spreek ik me over uit. Maar de tweede reden waarom de minister van Financiën daarbij aanwezig is, is verstoort het niet de stabiliteit? Wij kijken bij elke maatregel die we doorrekenen, checken we van is dit hier het geval. Ik denk dat die koers binnen de kortste keren weer gewoon helemaal in rust is en dat er op geen enkele wijze aanleiding is tot nervositeit. De belastingen
En ontevredenheid bij de douane. Ja, er zijn vergaderingen die belegd zijn. Ik moet inderdaad communicatie plegen met de bonden, zowel bij de belasting als bij de douane. Eigenlijk is het een klein beetje timmeren, maar ook zo naar abangi. Dus omdat nam ik ook zo dan de mij tegen me toe, maar minister, je regels aan die scoot dat in elke UNO. Dus dat verwijt heb ik gehoord. Dat verwijt is misschien een beetje terecht, maar ik heb een hele goede band met de bond bij de douane en ook met de bond bij de belastingen. Dat zijn uitstekende medewerkers, dat zijn mensen die heel goed met ons samenwerken. En als ze zeggen van, minister, je moet wat vlotter reageren op onze oproepen om aandacht. Nou, ik denk dat ze gelijk hebben. We gaan die communicatie inzetten. En wat er gebeurt is dat met name de douane zegt van luister, wij zijn ook in het hele, wij zijn ook een gewapende macht. Wij zijn ook in het gehele stelsel van orde, rust en veiligheid. En waarom ben je ons vergeten? En we zijn ze niet vergeten. We gaan die communicatie wordt ingezet en we gaan ervoor zorgen dat als er enige reden is tot van man. Is hij ons vergeten? Nee, we zijn je niet vergeten. We maken dat wel goed. Ja, dan wil ik beginnen met de vraag over het vuurwapenbeleid. En kijk, laat mij zo beginnen. Dat van de smokkel van het voorhanden hebben. Het veelvuldig gebruiken, misbruiken van vuurwapens, smokkel van vuurwapens en munitie. Kijk, het is niet een probleem van Suriname alleen. En ik meen, ik weet niet als het vorig jaar was, heb ik nog geparticipeerd in een CARICOM meeting, waarbij dit vraagstuk als een gezondheidsissue is eigenlijk gekwalificeerd voor onze CARICOM-landen. Waarom? Omdat in al onze CARICOM-landen dat vuurwapengeweld, geweld op scholen, straten, buurten, eigenlijk een gevaarlijke gevaarlijke proporties aanneemt. En vandaar ook dat sowieso het beleid is aangescherpt. U hebt het ook gezien met de verhoogde controles, de roadblocks die allemaal uitgevoerd worden, invallen die allemaal uitgevoerd worden. Het is met deze gedachtegang dat deze activiteiten plaatsvinden. En verleden week nog is er in samenwerking, eigenlijk met ondersteuning van de Amerikaanse ambassade, samen met een orgaan van de UN, de Verenigde Naties, de UN LIRIC, hun organisatie die belast is met het aanpakken van ontwapening, ontmoedigen. Beleid van ontmoedigen van illegaal gebruik van vuurwapens, smokkel van munitie en zo. Hebben we voor de politie, de douane, militaire politie, immigratieambtenaren, is er een training verzorgd om bij mogelijke smokkel van deze goederen, van vuurwapens, munitie, dat ze getraind worden in de scanprocedure, zodat ze de wapens en hun onderdelen en munitie beter kunnen herkennen. En dat deze getrainde ambtenaren dus de kennis verder moeten verspreiden onder hun collegie, zodat ook hier bijvoorbeeld de invoer, ik denk aan de douane, dat ze ook betere controle op deze activiteiten, handelingen kunnen uitvoeren. Geloof me, dit is een heel serieus onderwerp voor ons.
En het gaat ook gepaard met aantasting van de gezondheid van de Surinamer en alle ingezetenen. Dus het beleid zal zeker altijd strak hierop zijn. Ten aanzien van e-bikes, de wet is niet, het concept wet, de aanpassing, is niet meer bij het ministerie. Het is voorbereid en gestuurd naar de president. Dus de volgende stap is het deponeren van de wet, als dat al niet is gebeurd, bij de DNA voor openbare behandeling. Ook met de wet worden er ook maatregelen getroffen ten aanzien van het verstrekken van de bromfietscertificaten. Als het goed zit, heeft VVI vandaag nog niet een persconferentie, maar zeker een bekendmaking daarover gedaan. En ook voor wat betreft de verkeersvoorlichting bij de scholen, het curriculum dat ontwikkeld is, is dat ook vandaag besproken. Dus ik verwacht dat we heel binnenkort, dus wanneer het reces bij DNA over is, dat dit als een van de spoedwetten behandeld zal worden. Ten aanzien van de benzine-issue bij niet alleen de politie, maar bij de korpsen, bij het ministerie van Justitie en Politie. Gisteren heb ik een vergadering geleid met gesprekken gevoerd met onze leverancier, Roy Boudou Enterprises. Er is aan hem gepresenteerd de behoefte van de verschillende regio's. Zoals u weet zijn de diensten van KPS, KBS en de andere korpsen dus ingedeeld in regio's. Regio West is onder andere Nikeri. Nikeri, we hebben regio Midden, Para, Wanica, we hebben ook regio Oost en regio Paramaribo. Dus al deze regio's hebben hun specifieke behoeften aangegeven in diesel en unleaded. En Boudou zal dus in de specifieke, voor de specifieke regio's weet hij het voorraad dat beschikbaar moet zijn voor deze regio's. En hij zal dus dan die service stations aanwijzen waar de diensten kunnen tanken. Voor wat betreft Nikeri hebben we ondersteuning gehad van OWI dat wij een bulk van OWI kunnen gebruiken om unleaded op te slaan in Nikeri. En voor diesel zullen we gebruik maken van de voorraadmogelijkheden van de brandweer. Laat mij ook aangeven dat voor wat betreft blusvoertuigen, dat er geen beperking is om deze voertuigen bij te tanken. Ze moeten altijd benzine hebben, zodat bij eventuele calamiteiten ze uit kunnen rijden. De maatregelen besproken, de afspraken gemaakt met Roy Boudou gaan morgen in. Dat is ook afgesproken. Dus we verwachten dat met deze maatregelen de rust terugkeert voor wat betreft de voorziening van benzine. Het beschikbare voorraad is 180.000 liters per maand met een mogelijkheid om dat met nog een 20.000 liter te verhogen in geval dat nodig is. En ten aanzien van de vraag over eigenlijk de ontwikkelingen vandaag in het in het district Brokopondo. Laat mij aangeven dat het woord, de term clean sweep een beetje geladen is. Maar het is gewoon ontruimen van die plekken. Ik heb inderdaad, is er met Sijin gesproken. Ik heb volgens mij eergisteren nog een protocol getekend. Waarbij Sijin dus aan het traditioneel gezag van Brokopondo en Matawai dat gebied heeft toegewezen om waarover we spraken daarnet. Dat zij dus daar het beheer en de orde
zullen we moeten houden. Er is ruimte om daar te werken en mensen te accommoderen. Ik denk dat met dit protocol daarin ruimschoots wordt voorzien. De mensen die vandaag zijn ontruimd, inderdaad was er toestemming van Sijin om tot en met mei te werken. Ik heb gisteren een brief gezien waarbij dus Koffiekamp, een traditioneel gezag van Koffiekamp, een brief heeft gericht aan Sijin om te praten. En prompt wordt er barricades opgeworpen. Dus ik bedoel van, als u een verzoek heeft ingediend om te praten, dan kan niet het initiatief worden genomen om barricades op te werpen. Op die manier gooi je eigen glas in. Dus dat is niet de bedoeling. Laten we op het pad van overleg blijven. Op die manier bereiken we meer resultaat, denk ik. Dank u wel, collega. Ik denk dat we heel uitgebreid zijn geweest ten aanzien van de beantwoording en informatieverschaffing. Zijn er nog hele urgente issues die zijn blijven liggen? Voor de minister van Justitie en Politie, als ik goed naar u luister, betekent wanneer burgers ontevreden zijn en ze overgaan tot een barricade, gaan jullie gewoon optreden, hardhandig optreden. Oké, dat is duidelijk. Voor minister van Financiën, hoe zit het met de verkiezingsbegroting? Hebben jullie al daarover gesproken? Hoeveel wordt het uiteindelijk? Want u zei 800 miljoen is een beetje te veel. En begrotingsbehandeling. Is de begroting al finaal? Want de president komt 28, niet lang daarna gaan we de jaarreden hebben. Hoe zit het al met financieel aspect? Is alles in kannen kruiken, berekeningen? En aanvullend, meteen voor mij. Ik heb een vraag voor minister Wiebes gevonden. Minister Wiebes, enkele mediahuizen zijn geweest bij de president voor een gesprek. En om te praten over de cyberaanvallen. En een van ze was dus natuurlijk social media, Facebook. Zal er vanuit de regering een diplomatieke gesprek gevoerd worden met bijvoorbeeld Facebook, onder andere, waar de meeste aanvallen van de mediahuizen voorkomen, denk ik. Los van de websites, hoor. Maar ik heb het zeker over social media. Zal de regering gesprekken proberen aan te voeren van vooral richting de verkiezingen toe? Want we gaan ervan uit dat ze zullen toenemen richting de verkiezingen. Ja, korte, concrete vragen over de begrotingen. De verkiezingsbegroting is inderdaad begroot op 800 miljoen. En dat is inderdaad een fors bedrag. Dus in de uitvoering kijken we wat is werkelijk wat uitgegeven kan worden. Wij hopen dat dat minder kan. Zeker omdat bij de verkiezingen deze keer dat er een aantal zaken zijn die makkelijker zullen zijn. Bijvoorbeeld het feit dat er nu één lijst landelijk komt en niet elk district een lijst, maakt het een stuk makkelijker met lijsten en logistiek. En dus dat is één. Twee is, er komen nieuwe materialen waarbij stembussen inklapbaar zijn. Dus zeker het vliegen van stembussen naar het binnenland, die kosten worden een stuk makkelijker, waar je van die oude melkbussen zou moeten vliegen, vlieg je nu dozen die in elkaar geklapt zijn. En die, er zijn wat dingen. Wij hopen dat het een stukje goedkoper kan. Onder de begroting zit een heleboel werk dat normaliter ook zou moeten gebeuren en dat niet per se gerelateerd is aan verkiezingen, maar waar we altijd voordeel aan hebben. Straatnamen, huisnummerplaatsen, verificatie van bestanden. Dus er zit een heleboel werk erin. 800 miljoen is veel geld. En wij bespreken met minister Binnenlandse Zaken ook. Laten we er serieus naar kijken hoe we dit zo goed mogelijk en zo zuinig mogelijk kunnen doen. Hij is daar heel serieus met die verkiezingen bezig. En de afgelopen weken is, als ik minister Binnenlandse Zaken zie, weet ik dat hij gaat praten over verkiezingen. Het mag niet verkeerd lopen, gaat niet verkeerd lopen. Hij zet alles in om dat gewoon in goede banen te leiden. De begroting 2025,
De hele, wat we noemen de begrotingscyclus, start altijd in april, mei al. Dus dan gaan de eerste brieven van Financiën gaan uit naar alle ministers en alle staatsorganen die een begroting moeten indienen. En daarin staan de richtlijnen met ook het begrotingskader, ook het financiële kader. Zoveel geld verwachten we dat er zal zijn en zorg dat je begroting binnen die kaders gehouden wordt. Daar hebben vrijwel alle ministeries hebben daar heel goed op gereageerd. En dat maakt het dus voor Financiën ook makkelijk om die begroting opgemaakt te hebben, die begroting, dat proces. Dat betekent niet dat er wordt altijd tot bijna de laatste dag wordt nog doorgerekend. Klopt het wel? Is dit nog goed? Loopt het nog? Kunnen we de schulden terugbetalen? Waar nog extra hier? Waar nog extra daar? Er is altijd een kalender, zoals we voor de verkiezingen een verkiezingskalender maken. Zo maken wij op Financiën een begrotingskalender, omdat tot op het laatste moment de zaak naar de drukker moet. En wij willen het pas naar de drukker sturen als we echt alle fouten eruit gehaald hebben, alle inzichten hebben meegenomen, dat proces loopt. Terwijl de meeste mensen op vakantie zijn, is de maand september op het ministerie van Financiën een van de drukste maanden. En dat merken we ook, maar het zit goed, gaat goed. Ja, u maakte even kort referentie aan de president komt 28 september terug. Kan u garanderen dat de president dan ook ready zal zijn om de jaarrede uit te spreken? Een bijzondere deze keer, want het is natuurlijk de laatste voor de verkiezingen. Dus u mag een mooie toespraak verwachten met heel wat positiefs en hoop naar de toekomst toe. Ten aanzien van social media, met name Facebook. We hebben goed geluisterd, inderdaad vanmorgen. Ik kon er zelf niet bij zijn vanwege het overleg met Ravax U+. Maar ik heb daarna toch met de president vrij lang over gesproken. Er is afgesproken dat voor wat betreft de klachten er overleg ook zal zijn met DNV, die expertise heeft op dat stuk. En dat in goed overleg een aantal zaken besproken kunnen worden. Gaan wij diplomatiek met Facebook praten? Niet onmiddellijk. Reden waarom? Omdat de klachten die wij hier ervaren, zijn klachten die overal ervaren worden. Het is niet uniek Surinaams. We weten dat verkiezingen altijd een aanleiding ook is om zoveel mogelijk oneigenlijk, als ik het zo mag zeggen, te beïnvloeden. Verschillende partijen zijn daarmee bezig. Maar een diplomatieke démarche zou niet helpen daarmee. Wat we wel van plan zijn te doen, ik sluit het niet uit hoor, op een bepaald moment. Maar wat we wel van plan zijn te doen is om de regelgeving die internationaal nu een beetje vorm en inhoud krijgt, om daar specifiek meer naar te kijken. Om te kijken hoe wij daarop moeten inspelen in Suriname. Want ook in Europa, maar u heeft gezien de acties die vanuit de rechterlijke macht in Brazilië zijn genomen met betrekking tot een aantal van die platforms. En dat is heel drastisch geweest. Europa gaat dat ook volgen. Dus wij gaan daar heel bijzonder naar kijken. Ik hoop dat natuurlijk het allemaal in beheersbare proporties blijft. De zorg die er is, is zeker met betrekking tot de verkiezingen. De verkiezingen zijn een moment waarop de bevolking van een land een exercitie moet plegen. En dat moet op een hele eerlijke, transparante, integere manier gebeuren. Dit soort processen van interventie en misleiding en leugens en met AI nu, artificial intelligence, kunnen dat proces van een eerlijke, open, transparante verkiezing wel degelijk verstoren. Dat willen we niet hebben. Dus wij gaan in het kader van de verkiezingen daar zeker ook naar kijken. En ik hoop dat we er weinig van last van zullen hebben, hopelijk. Ik wil u bedanken voor deze gelegenheid. Ook aan de kijkers thuis en de journalisten die van huis uit of van waar dan ook hebben meegekeken. En volgende week zal er geen regeringsvergadering zijn vanwege de afwezigheid van de president. Maar u kunt ten alle tijden bij de ministers terecht
die informatie moeten verschaffen. Er is wel RVM, dat is in de ochtend. Dus daar is ook een gelegenheid om informatie te vergaren. Dank u wel en blijft u wel.